Ja, dames en heren, het is weer tijd voor een nieuwe Hunting Game met Sunday. Sunday is Hunting Game tegenwoordig, dus doe het duimpje kruid omhoog. Vergeet niet te abonneren als je dat niet hebt gedaan. En enjoy de video. Yes. Alright, Born Hunting Game. Wij scrollen nu door de kleding heen. Dit wordt een spannend avontuur, dat kan niet anders. En Mark, aan jou de eer om stop te roepen. Stop. Ja, oké. Okay. Oh, perfect. Nou, Mark, je mag nog een keer stop zeggen. Wij nog niet zeggen. De toekomst. Okay. Stop. Nou, kijk eens aan. Het is not bad. Not bad. Oh, oh. Ik ben gewoon een compleet stoeptegel, man. Ja, voor alle mensen die nieuw zijn en niet weten hoe Hunting Game werkt trouwens, ik zal jullie nog even snel uitleggen. Kijkers mogen namelijk nu gaan verklappen deze aflevering, dus oké, vooruit. Mensen kunnen nu een keer verklappen waar we zitten. Wij gaan vanaf hier lopen, Born en ik, en we gaan hier naartoe lopen. We moeten een vliegtuig pakken, maar hier staan de jongens die ons tegen willen houden. En dat zijn Mark, Brendus, Casper en Toekomstgamer. En die willen ons pakken, hoor. Hoi, 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 dat kan niet anders. Maar ik ben hier met mijn zakelijke vriend. Jawel, Bonnie. En wij gaan vluchten. Mooi grijs pak. Het wordt nou al verklapt. Nice. Ja, lekker. Heeft iedereen zo'n auto via startstop? Het wordt nu al verklapt. Ja, want zij gaan nu een auto kiezen waar ze mee moeten rijden. Serieus. Dus zijn jullie aan het scrollen, jongens? Ik heb hem al. Oké, jullie zijn aan het scrollen. Gaan stoppen. Nee, natuurlijk niet. We gaan niet op jou, we gaan op onze manier stoppen. Maar maakt niet uit, pak jij die maar, Mark, hè, oude ja, Mark, ja, Mark mag deze pakken, dat valt hij niet zo op. Ja, nee, is goed. Jullie scrollen, jongens? Ja, ik zit door mijn garage. Oké, drie. Ah, nee, Tony wou het zeggen. Nou, Tony, kom op. Zeg jij maar stop dan. Kom op. Ja, ja, ja. We zitten te wachten, Tony. Beetje afschiet, Tony. Beetje sneller. Tony, kom op. Ja, stop. Oh, Tony heeft gewoon gezegd, Born heeft zijn zondagse pak aan. Ik heb iets wat niet kan. Eentje naar boven of eentje naar boven? Ja, eentje naar boven doen we. Dat is wel leuk, gewoon eentje naar boven. Oh, ja, ja, die is... ja, dan kan ik ook eentje kiezen. Dus oké, okay, jullie scrollen wel. Lekker. Je hebt hier verschrikkelijk. Ja, jullie zijn weer aan het scrollen. Nou, ja. Kom maar op hoor. 3, 2, 1, stop! Ja, dat is het voertuig waar zij moeten mee te gaan. Nee, dat is ook vaak gebruikt, deze auto. Ja, dat maakt me niet uit. Dit is gewoon de auto die je hebt. Oh nee! En Pieter zit erboven, kan zak. Ik heb deze auto. Wat zeg je, Born? Het wapen dat wij vandaag mochten gebruiken was een RPG, toch? Ja, nee, wij mogen wel snipen. Wij mogen die jongens snipen. Oh, zij mogen ons alleen neer. Oh, lekker auto, Brendus. Ja, dat was de enige die in deze garage stond. Dus ja, zij mogen alleen eens neersteken. Dus dat is leuk. Auto, dat wordt leuk. Jongens, zijn jullie er klaar voor? Hebben jullie auto al? Sorry. Ik heb deze auto. Ja, oh, jullie hebben je auto? Mark, ja. Mark, jij dacht dat jij de ergste had, hè? Hey, Born, zie jij wat ik zie? Ja, waar je welke auto hebt. Ja, hij checkt dan. Waar kunnen we beginnen? Okay, ja, oh, man. Ah, nee, oh, maar ik moet, ik word helemaal afgeleid. Ik ga even mee. Hé, ladies. Goh, wat zien jullie er allemaal leuk uit vandaag. Hey, how you doing? Ik heb echt dit ding. Hey jongens, hebben jullie je auto nou al of niet? Want wij staan hier wel. Ik had al een beurt kunnen geven aan die auto. Wij staan op een rijtje. Oké, 3, 2, 1, go! Nou, daar gaan we. Born. Hebben we een plan, Born? Ja, nee, we moeten onopvallend gaan. Wacht, we gaan onopvallend. Ja, weet je wat het is? We moeten er trouwens binnen een uur zijn. We hebben allemaal een leven. Ja. Dus dan weten jullie dat allemaal. We hebben allemaal een leven. Dat zit allemaal hierbij, hè. En we gaan nu gewoon rustig... alleen maar van de winkel af. Ja, nee, we moeten, tuurlijk moeten we weglopen. Mensen gaan het allemaal verklappen, hè. Dit is toch helemaal niet handig dat we nou helemaal de verkeerde kant op lopen. Ja, jawel, dat is juist slim. Om de... Oh, wat gewoon... is dit voor auto, ja. We moeten wel binnen een uurtje er zijn. Dus ik moet eigenlijk nog even een timer laten draaien. Maar hoe laat is het nu? 27, oké. Okay. Om half... De farmacie is open, staat er. Om half moeten we binnen zijn. Oké. Okay. De chat houdt het helemaal bij. Ja, dat maakt niet uit. We hebben een 3 minuten bonus. Heb je het wel eens gezien? Dit huis, 1 uur en 3 minuten de tijd. Dit huis lijkt op het huis van James Bond, maar dan toch jongens, niet. Jongens, ik heb de meest trage kakbak die er is en ik rij voorop. Wat is dit? Ja, maar ik heb het daar. Ik vlak achter je. Kunnen we hier een tipje verwachten van iemand? Wacht op event, want mijn events worden ook wel eens afstand weergegeven. Ah, kijk, daar komt een event hoog, aan. Zit hoog, denk ik, jongens. Perform the most misses. Ah ja, daar kunnen we niks mee, hè, dat event. Maar we kunnen wel zien wat de toekomst voor event probeert te pakken. Oké, dat gaat lekker. Oh! Dat was Brandon. Hier kunnen we doorheen. Oh, ja, de brand again, maakt niet uit. Ja, dit is een mooi zwembad, man. Hier kunnen we even een duikje in doen, of niet? Hey, Boshoven, Jordi, dankjewel voor de 4 maanden Prime. Oh ja, hier kan je wel een beetje.
Thanks voor je support. Hey, dit is een leuk klein badje. Kom. Ja. Lekker chillen zo samen. Ja, nee, we hebben maar een klein uurtje. Zat, ja, een uurtje. Oké, heel even dan. Ja, ik vond het ook een beetje gek. Hey, ik kan hier niet uit. Nee, dat meen je niet. Oké, we moeten hier wel beginnen met oppassen. Precies. Oh, dit wordt nu al... Ik vind het nu al spannend. Ja, ik vind het nu al veel te spannend. Wie was dat met die rode auto daar? Ja, weet ik niet. Hey, ik zie je hier rennen. Wat is nu al? Zie je rennen? Maar zie je, Mark. Dat is echt veel helpend iets. Mark is echt lekker dat je even zegt... Mark! Bij het luxe gebouw, maar ik ben hem wel weer kwijt. Luxe gebouw! Bij het hoge flatgebouw. Born! Ja, lekker duidelijk, Mark. Ja, verstop je even, hè. Ja, als jij aan de andere kant zit. Ja, precies waar je bent. Gewoon daar, ja. Oké, okay, niks. Alleen aan de overkant van de straat. Dat zit er bij de hoge flat, bij de Meesbeek. Ja. Zit daar bij een parkeergarage in de buurt. Oh, shit. Hij heeft ons door! Hij heeft ons door, Born! Hij heeft ons door, Born! Wacht. Denk aan de blauwe worst, Born. Ja, die hele kleine. Ja, ik snap... Ik snap echt niet, hoor. Ja, nee, Mark staat bij een kleine. Dus bij 1563. Hij heeft wel gelijk, hij staat bij Born, die heeft de kleine. Hij staat bij mij. Maar hij staat bij de pier, zeg maar, aan die kant van de map? Ja, ja, hij staat bij de pier. Hij staat wel een beetje achteraan. Staat achteraan bij de pier. We staan bij de pier. Mark, je bent echt lekker onduidelijk. Nee joh, hij is juist duidelijk. Jullie zijn onduidelijk in het horen. Zijn ze teruggerend naar boven, bedoel jij? Misschien ja. Ik wel, maar... Nee, we zijn alweer teruggerend naar waar we vandaan kwamen, hoor. Oh, en dan maar dat flatgebouw die kan kopen. Ik hoorde nu die Ghostbusters iets. Oh ja, fijn dat je het even hardop zegt, Mark. Ja, oké, iemand rijdt in een Ghostbuster auto. Bedankt, Mark. Nou, dan weten we alles denk ik al, hè, Born. Mark rijdt in een gele auto, Casper rijdt in een blauwe auto. Hij had in ieder geval een zwart pakje aan. Oh, en Brendus die rijdt in... Ja? Ik heb mijn auto ook gezien, maar jongens. Mogen wij nog langs de kledingwinkel? Heb je mijn auto? Ja, tuurlijk, we mogen omkleden. Maar... Wacht even, ik reed langs dat rode treinstel, reed langs. Wacht even. Ja, dit is leuk, hè? Maar we moeten niks zeggen, hè? Dan komt alles goed. Je hebt geen parkeergarage bij die luxe, bij dat luxe soort ding daarboven. Ghostbusters, what you gonna do? What you gonna do? What you gonna do? Ik zie Mark ook gewoon nog steeds niet, hè? Nee, Mark is ook altijd zo lekker duidelijk met bij een parkeergarage, ja. Welke van de velen? Ja, gewoon één van de velen. Ja, lekker duidelijk. Kijk, Bon, we kunnen twee dingen doen. Nou, zullen we gewoon het parkeer in kopen? Wacht, doe maar. Ja. Doe een maatje. Ja, oké, jij gaat... Oh. Anders rent hier eentje in het zwart pak weer bij die parkeergarage. Ja, Bon, het is goed dat wij gesplit hebben. Misschien moet je even doodmaken, want wij kunnen niet bij jou komen. Bon, rennen! Pistool. Rennen, Bon, want er rent ook een kerel achter je aan. Is dat een murder? Maar het is ook lekker duidelijk dat we niet weten welke parkeergarage. Ik loop nu achter iemand aan. Ja, dat is zie ik. Is het bij de kassier in de buurt überhaupt? Of bij de politiebuurt? Mark, is bij de kassier in de buurt? Mark, het is bij Fonto's in de buurt. Wat? Dat zeggen we niks. Roep even alles wat ik je ben ziet. Hem weer kwijt. Hij is me kwijt. Ja, ben je bij de golfbaan? Kijk waar je bent, dat er komen lekker in de buurt. Golfbaan, Mark? Nee, daar al helemaal niet. Waar ben je dan, Mark? Ik liep hier. Ja, waar? Ja, bij die Panto's, jongens! Panto's? Ja, bij die kleinwinkel. Waar ze zijn begonnen? Nee, ik weet het niet. Wie is dit? Ja, dat is Casper, denk ik. Hé? Ik ben rent achter. Hier liep er eentje rond. Oh, jij... Mark, is dat gele ding? Zie niemand die gele auto? Oh, hier staat Mark. Waar ben jij? Zag je hier eentje lopen, Mark? Ik zag er hier eentje lopen rond dit gebouw. Ja, dat is al 5 minuten geleden, Mark. Nou, we zijn al lang weg. Waar zijn jullie dan eigenlijk? Ik kan net weer rennen, maar ik ben hem weer kwijt. Ja. Communicatie! Dat is een weg boven die... Een weg naar boven, zeg maar, bij die kledingwinkel. Naar boven toe. Gewoon al daar nog, recht naar boven. Kan het maar hier en dat zo. Ja, die... Ja, maar Mark is goed, hoor. Wapenshop daar, zo, die vergis je niet, Mark is echt wel... Bij de... Oh, wapenwinkel, daar ben ik in een rustig rijden, maar ik zie jullie oprecht niet. De weg die er boven langs loopt, bij de kledingwinkel.
Er zitten ook die wapens op. Kan zijn dat ze nu al wat verder zitten. Toegang. Ik ben voor je. Ja, Brendo's deze kant op. Welke kant? Waar? Wat? Hallo? Ik reed net langs heen in die blauwe auto. Oh, de terugkommers. Oh. Joran, dankjewel voor de 6 maanden, man. Maar ik die zaam verder op deze kant lopen. En welke kant liep die op, Mark? Hij liep richting die kledingwinkel hier. Oh, waar ben jij? Maar ja, we mieten zo even. Hier. Oh, hoi! Heb je hier een kledingwinkel? Daar kan niet. Nee, je moet naar beneden weer. Hey, Born. Leuk dat we weer mieten hier trouwens. Maar we zijn hier beneden lopen. Ik rijd toch achter jou. Hey, weet je wat leuk is, jongens? Ik zat net naast Mark in de auto. Ik zat naast jou in de auto, Mark. Jij vroeg nog wie is dat? Ik zei, ja, dat is Casper. Dat was ik gewoon. Kijk, die naast. Ik zie hem op kruispunt. Waar is dan mijn kleding? Hey, hoe wijs je? Kijk, Mark, die zag hem op dit kruispunt. Mark stond hier zo. Mark zag hem hier lopen. Ja, hij moet even wachten. Mark zag hem hier. En Mark is naar beneden gereden hier. Ja, gelukkig zijn wij al een stukje door, dus... Hoor jij ze nog rijden? Ik hoor niet. Waar ben jij nu dan? Oh, jij zit daar nog. Ja, ik zit hier nog. Ja, oké. Okay. We kunnen hier wel heen. Waar is hier? Weet je? Ja. Gewoon YOLO. Ik zie twee mensen rennen bij de hotel. Hotel? Hotel bij de... Bij A en B in de buurt. Oh, dat soort dingen. Kom maar. Ik ben achter Borneo. Hey, Bas. Nee, Brent, achter je. Oh, hier zo. Ja, ik zie hem. Ja. Kroon is ergens anders een beetje naar boven gerend, achter hotel. Dan moet je jullie daar even zoeken. Ja, daar zoek ik Casper. Lekker pet. Yes. Oh. Found him! Ze lopen hierboven bij het hotel. Hey, ik kon ook liggen. Ja. Ze lopen allebei op die parkeerplaats, Mark. Ja. Yeah. Daar. Kasper hier. Kampiers, gaat niet echt goed. Ja, nee. Probeer wat er ook gebeurt. Maar altijd blijven redden. Ja, ik weet niet waar jij bent nu. Hij is bij de ANWB. Achter bij deze nou. Die moves, hè. Rent. Lekker rennen hoor. Rennen is de andere kant van de uitgang van de AMB. Ga ervoor. Doe mijn best. AMB is niet de beste plek om naartoe te gaan. Nee, dat weet ik. Ik doe mijn best, want ik ben in paniek. Ja, nee, ik snap dat je in paniek zit nu. Ja, we zitten met de Alde achter Bas rennen. Ja. Andere kant op jongens, weer terug rent hij. Terug naar de andere kant, maar... Ik weet niet wat ik doe, maar ik doe iets. Help hem. Ik vind het wel geweldig dat we met z'n allen gewoon achter de pas rennen. Hij rent nu aan de Bas. Kant van... Hij rent Mark, terug hij gaat naar de terug aan de andere kant ingang van de AMB. AMB. Terug van de... Hou vol, Bas! Ja, die gaat naar de andere kant toe. Hij rent nu verder van, terug naar boven toe. Lukt het nog? Nee, Mark, die trap op. Mark, die tussendoor die trap op. Die trap op of aan de andere kant op de weg. Toekomst, loop jij andersom vast, Toekomst. Ja, is goed. Hé, hey Born, als je terugrent, dan heb je allemaal huisjes en dingetjes. Dan kun je allemaal doorheen rennen en zo. Je kunt het. Precies. Toekomst naar de... Hij gaat terug naar boven waar hij erop rende. Hij gaat naar boven. Hij rent alleen niet het dak op. Ja, jullie lopen hem tegemoet. Ja. Oké, dit klinkt niet heel goed, Born. Oh ja, wacht, ik zie jullie in de vetten. Ja, ren daarheen, kom maar, ja. Als je daarheen rent, daar heb je veilige plekken. Je hebt 4 mannen achter. Nee, ik word geramd. Ja, oh. Jongens, geramd. Die zit hier ook in de buurt, want hij zag het gebeuren. Ik ben daar boven deze hotel zit. Hij zag het gebeuren, dus hij zit hier ook ergens. Ja, ga door deze... Gaan jullie omheen kijken? Misschien zit ze ergens toe te lopen. Ja, mijn auto kwam, maar pak wel wat anders. Ja, dat is mijn auto, Mark. Je moet wel weer je auto terugpakken, hè? Maar Born, je hebt nog een leven. Ik weet waar mijn auto staat. Dus, Ja, je moet hem zoeken, Mark.
Voor mij staat Jan auto bij die pimps op het terrein, maar... Ja, ding is, Kroon kan nog ons neersnijpen. Ja, ik heb jullie in zicht. In het vizier. Daar staat Mark's auto niet. Ik heb jullie in het vizier. Ja. Niet veel, want ik kan altijd iemand uit de onverwachte hoek van het hotel komen. Hé! Hey! Raki! Weet maar. Zit hij op het hotel, Mark? Gatsi, Darry. Ik kon niet zien. Ik was zelf gevallen. Dit meen je niet, jongen. Ben jij Mark, dat, Bas? Ja, één leven kwijt, Mark. Lekker. Mark heeft ook geen leven meer. Born heeft geen leven meer. Raki, dankjewel. Hierboven staat die Mark. Oh, ja, nee, dat ben ik met die rode... Yeah. Oh, hier staat jouw auto, Mark. Hier staat jouw auto, Mark. Hé, hey, Born, wij doen zo meteen even een appje waar we heen moeten. Ja, ik zal jou een appje sturen. Oh, jij hebt al een locatie waar je heen gaat? Ja, ik heb op zich wel even een plek. Ik weet alleen nog dat... Ja, ik heb hier een beetje problemen met die gasten om me heen. Zeerlijk. Ja, precies. Ik heb al die gasten om me heen, dit is vreselijk. Oh, toekomst staat op het hotel. Mark is opeens professional geworden. Dat is toekomst. Toekomst heeft die rode kleren aan. Ik wou net zeggen, maar toen dacht ik van ja, Kroompie die gaat niet zo in het open staan. Nou, je weet het nooit. Ja, je moet een appje sturen via de game. Of via de game? Ja, via de game kun je een sms sturen. Zo doen we dat tegenwoordig. Oh joh. Ja. Geen foto's, maar gewoon echt teksten. Dus dat is voor moeilijk. Zij mogen ook alleen via die manier communiceren. Ja, precies. We make it hard, harder, very hard. Hahaha. Ja, niks belovend hier. Maar misschien zit hij daar nog mee heen te zoeken. Eswa! Maar we moeten ook samen in een vliegtuig weg, hè, Born? Dus we gaan het samen. Binnen een uur. Maar dan gaan we goed komen. Wow. Ken je dat groene gebouw met Frost? Ik stuur niks weg. Nee, grapje. Oké, ken ik niet, Born. Nee, ja, oké, maar ja, ik wou nog meer sturen, maar dat past er niet in. Nee, maakt niet uit. Laten we naar... Ja, ik zit even na te denken. Wat is slim? Kijk, dan ik er niet in. Ik zit strategisch heel slim. Jij zit strategisch... Ja, loop maar verder, joh. We meeten zo wel. Ik durf eigenlijk niet zo goed. Ik stuur jou een berichtje waar we naartoe gaan. Ik weet wel een makkelijker punt, denk ik. Even kijken. Toekomst. Ja. Nou, je hebt hem. Toen jij Born zag, waar zag jij hem toen? Oké, ja. Bij de hotel waar mijn auto staat. Die kun je wel redden, of niet? Was goed waar het is. Dan, ja, als je dat niet weet waar dat is. Mooi uitzicht bij het vlammetje in de casino. Wat? Ja, dat zei ze niet. Mooi uitzicht bij het vlammetje. Nee. En het casino is dicht bij de worst in de reclame. Nee. Als hij ons net achter Born aan zag lopen, dan staat hij niet bij het casino. En ook niet bij het vlammetje. Ja, bij het vlammetje niet. Bij het casino zou goed kunnen, want dat is al. Ja, maar dan kan hij nooit dat hij hier, dat wij hier achter hem aan. Ja, maar die ging gewoon verder rennen. Ja, maar dat kan hij nu al wel zijn, hè? Ja, nu ja, maar. Nee, jongens. Nee. Dit is Dolraki, hè? Die zet jullie op het verkeerde been. Ik ben niet bij het casino. Jullie geloven mij toch? Kom op. Nee. Waarom zou ik hierover liegen? Om te kunnen winnen. Ik wil niet winnen. Ik hoop dat jullie winnen. From the bottom of my stierenballen. Ja, we hebben nog 3 kwartier de tijd. Daarom, we hebben nog 3 kwartier de tijd, Born. Dit gaan we makkelijk redden als we het gewoon tactisch aanpakken. Ja, dan ben ik ook zeker aan de hoek. Nou, dan gaat het goed komen. Ik heb vertrouwen. Nou, dat had ik ook. Maar... Oké. Ik ben op locatie. Ja, ik ben nog onderweg. Wat doe je nog even? Ja, ik... ik zal op je wachten, joh. Ik heb de tijd. Kom goed. We hebben nog 3 kwartier. We gaan dit redden, jongens. We moeten dit op een mooie manier doen. Ja, terug naar mijn auto. Blokkenpark, Tony! Okay. Dankjewel voor je onderbid, Tony. Snap. Ja, nee, doe maar gauw. Nee, het Blokkenpark was daarentegen heel dichtbij, Brendo's. Met de auto, ja.
Nee, lopend ook, man. Lopend kun je heel makkelijk naar het Blokkenpark toe komen. Oh, dat is hier al onder het Blokkenpark. Nee, dat is de meest... Het Blokkenpark die ligt naast de Meeswenk, dus het is heel makkelijk lopen daarheen. Ja, maar... Ja... Ja. Blokkenpark heel makkelijk lopend komen. Ai, 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 nou, ik heb hier communiteren. Oh, Born, pas op, ik hoor een toeter. Een Ghostbuster komt eraan. Ai, 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 daar komt hij aan rijden. Dus, okay. Ik reed onder de Meesbank doorlangs. Is hij niet gewoon boven de Meesbank? Nou, zo moet kunnen. Ik heb helemaal geen Meesbank, maar misschien een van jullie dat Meesbank hebben. Ik heb hem mee. Ja, ik heb hem daar ook zijn in het midden. Kunnen jullie dan even op de dak gaan? Hé, hey, jongens, blijf lekker beneden, man. Ik zou wel zijn dak op gaan. Nee, maar... jongen, dat is cheaten. Nee, is dat niet cheaten, hè? Dat is helemaal niet nodig. Ik ben bij Blokpark, hè? Ja, ja, ja. Nee, misschien kan ik jou vanaf boven naar beneden zien dan. Oké, okay, raak je dan wel van onderbits? Ja, jongens, de mening. Moet ik weer wat gaan verklappen? Nee, ik zie met sniper. Hunters! Ik vertel jullie de waarheid. Hij is bij de casino. Nee, want ja, op paardenwedden kan je veel verdienen. Maar Hunters, jullie kunnen mijn advies. Nee, er staat niemand. Jullie kunnen van mijn advies iets winnen. Ga toch even bij de casino kijken. Misschien heb je toch wel een beetje kans. Beetje verspreid kijken. Nee, ik zie niemand op het dak staan, jongen, met de sniper. Okay. Daar zit hij niet. Hij heeft ook schot in zijn ogen, denk ik. Wat? Moet ik niet zeggen. Waar ben jij dan? Naast hem op het dak, kon ik... Brimby, kijk nou nog eens even goed, denk ik. Hey Tony, dankjewel voor de wits! Die witte auto is vlakbij Chromo. Ja, dat zou wat zijn, Tony. Witte auto? Heeft iemand van ons heeft een witte auto? Oh ja. Ik heb die witte auto. Heb jij een witte auto? Die Ghostbusters. Oh, die Ghostbusters auto. Ik heb eigenlijk net een Ghostbusters naam. Kadetti! Spater, spater, lekker bij het water. Ja, dat is lastig dit. Ja. We vinden man. Nee, we kunnen... Nee, er staat niemand op het dak, jongens. Oké. Okay. Kasper, kom je toch boven kijken? Ja. Ik ben in mijn sniper door, en of ik iemand ziet er wel nog ergens. Ja! Maar ik zeg niet, je hoeft niet naar boven, mijn auto staat bij de voordeur! En nou? Dat ik naar boven ben! Drinken voor je. En echt... Wat doe ik hier nou weer? Ik heb jou een blikje gestuurd. Oké, okay, ja, ik zie het ja. Nee, dat is een goeie. Ha, Dot Raki gooit er weer een adviespuntje in hoor, voor de zoekers. Dat is... Hunters, hadden dan gelijk aangenomen mijn advies, want nu is hij inmiddels al bij de olievelden. Raki, bedankt dat je alles verklapt. Heel fijn. Dit is echt vreselijk. Maar Born, ben je al bij mij in de buurt? Ja, dat is daar tegenover, moet ik zeggen. Oké. Okay. Ja, nee, is goed. Ik, is goed. Ja, ja, ja. Ik zie ja, het, zeg maar wat jij zei, dat zie ik. Toch handig, hè, die parachute. Zeg Lino, dankjewel voor de onderbits. Ben je zo op vliegveld? Ja, dat gaat echt ideaal. Loop jij daar waar jij zei? Wat? Loop jij daar waar jij zei waar ik naartoe moest? Ja. Dat ik wel een beetje... Dag? Oh. Ik kan er denk ik niet komen. Oh, nou dan ga ik ergens anders heen. Komt goed. Brendus, zie je die mooie bloemen? Die mooie roze bloemen. Brendus. Wat? Ja, nee, dat moest ik zeggen van Tony. Ik zie iemand naar beneden vallen. Ja, dat ben ik. Was jij dat? Ja. Maar je moet sowieso niet zeggen wat jij ziet, want dat is niet slim, hè? Ja, misschien springt je met de parachute. Ik kon even in de lucht kijken. Waar ben jij dan, Born? Nou ja, ik sta
het gebouw wat op uitkijkt op wat jij zei, zeg maar. Oh, ja, ja, ja. Oh, wacht, ja. Sta je nou... Ren jij achter een heg? Nee. Maar je hebt het... Denk nu over iemand anders. Ja, dan heb ik het over iemand anders. Alleen maar Born, zit jij al in je auto? Nee, heeft ze nog niet een auto. Oké, en Brendo, zit jij al in je auto? Ja, ik zit in mijn auto. Oké. Hoe vind jij jouw dak? Ja, niet echt hoe ik het gewild had. Door die bom die erop ligt? Heb jij een bom op mijn auto geplaatst, vuilak? Zie je hem niet zitten, je C4? Nou, ik zag jou lopen, maar... Waar zag je mij lopen? Even kijken, bij het... Jij rende, toen ik terug naar buiten kwam, rende jij over de brug heen van de Maze Bank naar dat gebouw toe. Oh? I'm coming. Ja, daar weet ik niks van, eerlijk gezegd. Ja, maar ik kan wel bevestigen wat jij zei, daar is het niet veilig. Om naartoe te gaan. Nee, dat klopt. Ik was eventjes een bommetje even aan het plakken. Sticky bom op Brenda's auto. Kan wel indrukken. Die hoorde ik. Ja, Mark, dat is mijn auto. Ik sta boven je. Maar links daar rende die... Wat? En Boris staat aan de voorkant van de Maze Bank. Ja. Nou, hier, kijk eens, Born. We hebben een beetje nu de jongens even geholpen. Mark, stop! Ja, je moet even je auto terugbellen, Brendus. Even kijken. Ga eens van naar voren. Hallo, how you doing? Hier rechts zag ik Chromo lopen over die brug heen. En hier links zag ik het schot vandaan komen. Oké, leave it with creepy Uncle Lester. Ah! Dat is wel nice. Hey Born, ik heb jou even weer schot, wat. Het schot kwam hier ergens vandaan. Hoe kan ik dat het beste verwoorden? Ik denk dat een afspraakplek op het dak van de Maze Bank was. Even kijken. Een appie. Komt ie hoor. Ik denk dat je wel weet waar dat is, toch? Ja. Oké. Nou, gaan we daarheen. Zeggen we even niet waar we heen gaan, want anders gaat het helemaal fout dit. Nee, ik vind het wel raar, maar we zo gaan die olie wel gaan, maar... Hé, hey, zie je een kraan in aanbouw? Wat? Wie staat bij de garage? Ik. Oké. Okay. Wist hem. Dankjewel voor deze fantastische tips. Ja, natuurlijk. Wie is dat hier? Wacht maar. Bedankt voor die tips. Daar ben ik. Hier moet nog veel gebeuren, Kai, ja. Zeker, dit is een aanbouw. Tegenover, bij... Ja, ik zit er. Ik ga mijn auto weer verhalen. Ai, 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 jongens, jullie verklappen echt alles, hè? Maar ja, het mag. Vooruit, vooruit. Oké, ik ren door. Ben jij al een beetje op de tour, Brendoerse? Ik heb mijn auto weer gepakt. Born? Brendoerse was wel blij met zijn auto die stuk was. Niet te zuin. Ik was ook heel Hoe blij vond je dat nou, dat ik naast je stond in die struik de hele tijd? Ja, dat zag ik. Dat je mij niet eerst zag, want toen je het eerste keer er binnen was, zat ik gewoon te knallen, joh. Nee, toen zag ik je niet. Nee, toen wou ik je een sniper net door op je auto schieten voor de lol en toen kwam je in één keer weer beneden. Ik denk, oh, foutje. Ja, en toen keek ik en toen zag ik jou lopen. Ik denk, nou moet ik niet verdachte bewegingen maken. En toen zag ik over die brug en lopen en toen was ik kwijt. Ja, dat was gewoon tactisch voor mij, hè. Maar ze zeggen nu in aanbouw, dus ik denk dat je hier naar beneden bent. Ja, dat was ik. En toen iets later zag ik ook iemand over de brug lopen. Ik denk, hier klopt iets niet. Oh ja, ik hoorde iemand boven mij lopen inderdaad. Dus toen ging ik me even achter die paal stilstaan en de andere kant weer op. Zie, je was naar beneden gesprongen zeker? Ja, zeker, want tuurlijk. Want toen zei Born van, je bent naar beneden gesprongen. Dus dan zit jij hier bij die gebouw in aanbouw. Ja. Want je bent naar links naar beneden gesprongen. Ja, ja. Nou, kan niet anders dat ik daar ben. Ja. Mark, als je slim bent, rij je richting het vliegveld. Nee. Ah. Maar dat klopt. Hey Born, ik ben op locatie. Sta jij daar? Nee, ja, ik heb een beetje een omweg. Ja, ik zie iemand staan daar. Ben jij dat niet? Nee, ik ben daar niet. Oh, dat is gewoon een andere guy, een andere dude, staat daar te smoken. Niet te geloven dit. Joran, wil je Chinees gaan halen? Ik wou even Chinees halen. Ja. Mark, heb je ook goed daar binnen gekeken of niet? Nog niet, ik ga hier even om.
Ja, ik sta er nou bij. Ik zie. Waar rij jij om, Mark? Nee, ze zitten niet in de tram. Hij is niet te geloven. De baas wil niks als... Maar gaan we alvast een beetje richting de buurt van de gebouw en aanbouw? Het verbaast me niks als er eentje die kraan is ingeklommen, hoor. Oh, nee. Verbaast me ook niks, hoor. Kasper, nou lijkt het net of je weer cheat. Kasper, je kan even het dak ik van de meesbank opgaan. Dan kan je het heel makkelijk zien. Ah, vliegveld in zicht. Ja, keihard in zicht, Jan Willem. Daar beneden op de volgende sniper te krijgen. Ja, ik denk als je op het dak zat dat je het dan beter... Born, ben je er al bijna? Ja, ik zie een blauwe auto in een steekje staan. Oh ja, ik hoor dat was er één, dat is Kasper. Ik hoorde een C4. Oh. Nee, dat kan niet, die van mij is opgeblazen. Ja, hey, Born, maar ik ben er wel in ieder geval. Maar jij bent nog... Waar? Ik ben toch echt even van het zoeken. Aan de zijkant van dat gebouw in aanbouw. Ik ben bij vlakbij het vlammetje. Aan de stripclubkant of aan de strandkant? Nee, stripclub. Ah, bij het vlammetje. In een steek, zei hij, hè? Dus dan reageer ik stond, hier zat in dit steren, hier. Nou, ik sta hier lekker te chillen, joh. Ik stond hier zo. Ik wil een helikopter. Maar het kan ook zijn dat hij die plek is, hè, van die aanbouw. Nou, Kai, dankjewel voor je support. Of hij zat hier ergens op het dak. Ik vond het wel grappig dat iemand net over een kraan begon, zeg maar. Ja, klopt. Het zei net in een kraan. Ben je er al bijna, Born? Heb je ook in die rode kraan nog gekeken? Volgens mij ben ik goed aan het Nee, dat niet. Hey, dat wilde ik eerst afspreken, in de rode kraan. Ik ben er bijna, denk ik wel. Nee, ze luisteren niet naar de tips, dus dat is wel fijn op zich. Hey, zit er iemand in die kraan? Ja. Ja, even op die kraan kan kijken. Wie zit er in de kraan? Waarschijnlijk jullie. Tony, dankjewel. Oké, hij geeft jou één tip, zegt die Brendus. Dit is wel heel specifiek. Chromo ziet 3 kleuren. Ik zie 3 kratten. Ik zie 3 kratten. Ik zie 3 kratten. Is dat vlammetje? Is vlammetje 3 kleuren? Ja, dat is 3 kleuren. Ja, dat zou zo kunnen. Ja. Hey, Born, ben jij er al bijna? Want het wordt een beetje warm onder mijn voeten. Ja. Jij bent echt... Ja, jij bent echt sloom. Ja, je weet niet hoe ver weg ik nog was en hoe omsingeld dat ik was. Ja, oké. Okay, ik zag die gasten. Ja, maar ik heb allemaal gasten die alles zitten te verraden hier omheen. En dat wordt een beetje moeilijk. Het is niet echt... Hij zit niet in de gele kraan, Brendus. Zit je niet in... Ben je boven op de gele kraan? Nee, ik zei op de meesbank te loeren. Vanaf de meesbank. Oh, je staat vanaf de meesbank te loeren, joh. Ja. Ah. Is er een man toevallig? Dat is een man minder in ieder geval. Maar er zit niemand in, Brendus. Nee, Klopen, okay. Dankjewel voor de 37 maanden sub. Let's go! Lino, dankjewel. Ga je het jachtschip beroven? Ja. Zeker weten. Oh, hier, een tip van Raki. Hey, Lino, dankjewel. Mooie tips, hoor. Ah, jongen, de tips stromen binnen, man. Hunters, weer een tip. Neem deze aan. De grote brug is niet ver weg, maar de Olympische Spelenvuurtje is dichtbij. Zit in de buurt van het vlammetje. Ai. Born, schiet op, jongen. Ik kan hier echt niet lang meer blijven staan. Ah, man. Jachtschip beroven. Chromo, niet meer gaan zwemmen, hè? Nee. Huis met... Ja, daar kan ik echt even niks mee. Ja, dan weet je toch wel wat dat is. Kijk het even hard op, dan kunnen wij meedenken voor je. Ja. Een gebouw in aanbouw met een blauw hek omheen. Een blauw bouwhek. Ja. Dat kleine gebouw in aanbouw, denk ik. Ja, meer ga ik niet zeggen. Wat ernaast had, die kleine. Misschien zit hij daarin. Maar Bon, jij kunt niet naar mij toe komen dan? Ja, ik weet niet wel wat dat vanaf hier is. Ja, ik ga niet zwemmen, joh. Gewoon richting het vliegveld lopen. Dan weet je toch wel, aan een bepaalde kant zit dan wat. Oh, ja, daar kan ik wel naartoe vanaf hier. Ja, dan is het ook een vlammetje hebben. Dan heb je mij gezien.
Maar ik moet even kijken, want vanaf de hoogte, wat ik zie, zie ik in de verte zie ik een gele auto rijden. Ja, dat is Mark, joh. Maar maakt niet uit. Jou. Ja, een gele auto. Wie onthoudt dat nou niet? Oh, dus je bedoelt die water... Ja, ik snap al wat je bedoelt, Born. Maar dan ben je toch vlakbij? Ja, dat klopt. Ja, oké. Okay. Dan moet je volgens mij gewoon via links even gaan. Daar gaat mijn... Ik snap niet. Jullie hebben al zoveel tips van kijkers gehad dat jullie het nog niet snappen. Ja, maar voor jullie klinkt het misschien logisch, maar voor ons totaal niet. Kom op, jongen. De tip... Heb je wel geluisterd dan? Ja, drie kratten en drie kleuren. Nou, drie kleuren is vlammetje. Ik heb nog veel meer tips opgelezen net. Ja, ik kan niet alles onthouden. Ik zijn man. Hallo. Er was net een tip. Dat is al even geleden. Ja, ik ga hem niet nog een keer zeggen. Mag wel. Ik zeg hem zo wel. Mark, was je weer in gevecht? Ik zie net iemand rennen op die bouwplaats, jongens. Dat zou Born zijn. Nou, kut. Boven zag ik iemand rennen. Dat kan Born zijn. Bij die grote bouwplaats. Bij die kleine, denk ik. Of niet, Born? Nee, of Mark? Ja. Ja. Bij die grote gebouwen en aanbouwen. Zwemmen in het water. Ja. Credits naar Luc. Dan zijn ze iets met vlammetje zijn ze credits aan afspreken. Credits naar Luc. Alle eentjes zwemmen in het water. Dankjewel, Joran. Dankjewel. Ik ga niet zwemmen, hoor. Nee. Alle eentjes zwemmen in het water. Dan Stan! Zit eigenlijk dankjewel voor de 8 maanden. Net klaar met werk. PS, hij zwemt Mark, niet. Mark, als ze daarbij zitten, dan zijn ze misschien bij de haven van de helikopter. Ik was trouwens straks echt gewoon 3 keer bijna tegen een blauwe auto aangelopen. Ja, dat klopt. Die heb ik ook een paar keer gezien. Maar Born, ik ga even iets verder naar voren meer. Nog. Richting het vliegveld. Ja, okay. Ja, dat is goed. Volgens mij zie ik jou. Ja, stop eens. Hey! Nice! Nou ja, dan kunnen we gewoon door. Misschien meteen al gewoon hier naar de overkant? Ja, ik weet niet. Deze bouwplaats is ook wel fijn natuurlijk. Ja, daarom. Maar dat vind ik wel leuk gewoon. Want zij denken nu dat we op een... Maar dan gaan we naar die hele kleine bouwplaats daar. Onder water. Zo. Onder water, ja. Oh, lekker onder water. Oh, wat zijn wij aan het... We zijn aan het zwemmen, jongens. Ja, 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 ja. Ja, dat is echt waar. Ja, ze zit hier in het water bij de jachthaven. Bij de pier in de buurt, toch? Of... Ja. Even... Ja, terug naar het gebouw even, Born. Waar is jij ze precies, Mark? Jij staat bij die helikopters. Bij de jachthaven, bij de jachthaven. Bij de jachthaven zie ik ze. Bij die helikopters. Ja. Born, ik ben even weer terug. Ja, precies. Want als je hier terug gaat, kijk, Mark zit nog in zijn auto, dus... Ik kwam mij net tegen, toch? Hey man. Mark, hallo? Wat? Ik kwam jou net tegen, toch? Ja, klopt. Daar zitten ze ergens. Hier zitten ze. Ik zag ze hier net ergens in het water zwemmen. En waar rij jij nou dan? Ik ben nog niet bij mijn auto terug, maar ik zag ze net ergens zwemmen. En zag je ze de haven uitzwemmen? Ja, de haven uitzwemmen zag ze net. Oh! Hunters, neem toch geen tips en advies aan. Waar het riool begint, is ook waar ze eindigen. Hey! Oh ja, daar ga ik wel van zien. Wat is dit nou weer? Bij de strand, mensen. Mark! Ja? Zo, dat was wel heel enthousiast, hè, ja? Au, hoor, au. Zit je al in je auto? Ben jij nou? Hé, hey, ze schieten me. Ze zitten op me te schieten. Ze zitten bij de van stenen. Waar? Ja, bij de pimpshop. Ja. Waar ben jij? Ik ben beneden ook. Ja, ik ben weer naar boven hoor. Ik ben weer aan het rennen. Bij de pimpshop helemaal maar. Ben je boven? Ja, ik ben helemaal weer. Up. Okay. Ja. Oh, is oh man, dat ben je niet. Ik doe dat ook. Oké, nog een keer. Oké. Okay. Oh man, wat een... Top. Ja, weet je, het voordeel is dat we Mark hebben. Die geeft de tips. Ja. Dus nou, in principe hoeven we ons geen zorgen te maken. Ja. Nou, maar dit is wel heel opvallend, hè? Ja, dat dacht ik. Ik ben weer neergeschoten. Maar niet op het strand, jongens. Op het strand?
Gaan ze op strand, Mark? Dan gaan we op het strand. Nou, of dan ben ik blind. Want ik sta op het strand. Ja, jij bent wel blind. Oh, je ziet ons. Je ziet mij. Nee. Ja, dan ben ik dus niet blind. Ik sta toch niet op strand, Mark? Ik zei toch, ze waren weer twee levens weg van Mark. Ja, nou ja. Hij gaat geen leven af van snipers. Van snipers gaan er geen levens af, dus dat scheelt dan nog weer iets. Ah. Nou, Born. Ja, het is toch best moeilijk. Het is een leuke locatie dit wel. Ja, dat wel. Al die kleine huisjes zo. Ja, dat is mooi hoor. Hoge megagebouwen. Flats. Ja. Torenflats. Wat zeg je? Ik denk dat ze hier naar rechts zitten, Casper. Ja. Mark. Ja. Je staat toch bij de strandkant. Je staat bij de strandkant. Ga een beetje daar hangen, Casper. Dan ga ik verder. Nee, ik sta daar nog. Moet me ook even terugbellen. Mark is auto aan terugbellen. Ja, het waren wel goede tips, Raki. Dat is zeker weten. Ik bedoel, er werd net nog... Ik snap niet dat jullie die tips niet hoorden. Er zei letterlijk iemand net... Toen ik daar stond... Waar je de jachthaven... De jachtoverval altijd begint. Oh, dat heb ik niet gehoord. Oh. Nou, jullie moeten wel beter luisteren dan, hè? En toen ik bij die helikopter stond... Toen stuurde iemand... Helikopter. Ik zing dat liedje nog. Ik zong dat liedje nog. Ja. Maar dat wil toch niet sterk zeggen dat het ons... Ik zong een helikopter in de lucht, ja. Ja, nee, oké, maar ik stond ernaast. Ja, dat wist ik toen niet. Ja, dat waren echte kerntips. Deze paal, die kan niet kapot. Ja, dat is een onkapotte paal. Dat zijn de beste. Mooi, hè, die vlam. Ja, vlam is mooi. Zeker weten. Hé, hey, we hebben wel een probleem hier, Born. Want we zijn een beetje omsingeld. Ik kan het zeggen, dan kunnen we hier weer een water over zetten. Maar volgens mij staat Mark daar nog steeds aan die kant. Ja, Mark staat daar denk ik nog te wachten. Mark, sta jij daar nog? Maar hier over het strand vertrouw ik er ook niet echt, want daar staat ook iemand voor. Ja, daar staat volgens mij Brendoes. Nee, ik sta niet meer op het strand. Bam, zo'n grote vuurvlam, jongen! Pieterke, de babzak. Hé, hey, Casper, ben je nog in de buurt van het strand? Ik vind het zelf wel. Toekomst is daar. Toekomst, op het strand daar, vlak bij de pimpshop, ja. Zit ook een vuurtje op de grond. Ik denk misschien dat ze daar in de buurt zitten. Boom, grote vlam, jongen! Zo'n grote vlam. Maar ik stond dat ik net laatste vlam, zag niemand. Wacht. Maar ik heb het om dat te doen. Wat? Kijkjes van mij? Ja? Dat. Ja, nee, want als we daar. Ze verklappen alles. Als ik daar ga staan. Ja, nou, dan ga je. Ja, dan zijn we. Voordat je er bent, dan ben je al de lul, zeg maar. Ja, en er is dan. No way. Doe het. Kijk, en weet je waar we nu naartoe lopen? Daar kunnen ze verklappen wat ze willen, maar ze kunnen ons niet zomaar vinden daar. Nou, ik was zwaar. Kijk, dus ik loop ze zijn gewoon aan het lopen, ze zijn daar helemaal niet meer. Ik ben dubbel tactisch. Maar al die takenjes die daar de hele tijd opklimmen. Ja, dit is wel verschrikkelijk. En dan kom je weer boven op zijn dak te staan, bol en het open. En dan gek op stand. Ja, ik zie Mark ook nog de hele tijd. Ze zagen we de hele tijd staan en dan zien ze niet. Ik snap niet dat jullie ons niet zien, jongens. Nee. Ik heb echt een paar keer zo hard bijna tegen iemand aangelopen. Ja. Maar alsnog, ik snap dat jullie het lastig vinden. Maar kijk, ik hoef geen tips te geven nu, want dat doen andere mensen al. Dat is een mooie plek, Born. Ja, he? Hier kunnen we als we later groot zijn wel wonen. Als we zoveel geld hebben. Holy donders, wat? Wow. Wat is dat nou weer? Val naar beneden hier. Ja, we zijn freerunners, hoor. Kijk ons gaan, man. Anders gewoon hier eruit. Ja, misschien beter. Die mooie oranje auto. Ja. Ja, is een mooie oranje auto dit. Ja, is een mooi modelletje hoor. Mooie brug daar in de verte. Ja, een mooi brug inderdaad. Ja, is een mooi modelletje ook gewoon. Oprecht een mooie brug. Dat zeker weten, Joran. Dankjewel voor die prachtige tip. Ik vraag me wel hier hebben zij ook wat aan. Ja? Of dat hun in de gaten zouden hebben dat we dan helemaal terug naar de meesbank gaan om daar dan weer af te springen. Ja, ik denk niet dat ze dat door hebben hoor. Mark, heb jij het door? Nee. Nee? Nou kijk, we zijn wel goed bezig. Is niet mooie kapotte bus, dat doet herinnering op.
Dan zijn ze bij zeker de... Lino. Waar is dat verhaal nou met die bus? Bij de sloperij. Ja, daar heb ik ooit een keer gezeten en dan konden ze ons niet vinden. En waar reden 2 meter naast langs, de volgende keer. Ja. Hey, ik heb vandaag in Mark's auto gezeten, moet je nagaan. Oeh, we hebben nog maar 20 minuten, dus we moeten wel aardig oppassen. Op gas erop gooien. Sterker nog, dus op Mark achter mij aan. VDM Jesse! Hoi iedereen, het is echt leuk dat Boor weer in de stream is. Zag hey. Toen Chromo nog. Very nice. Ja, leuk om te horen. Nee, ik zag toen Chromo nog in de auto van Mark stapte, dus stapte ik er ook nog in. Ik denk, nee, ik ga er toch maar uit. Wat, stapte jij er ook in? Ik stapte er ook nog in. Ik zag jij erin stappen, ik stapte er ook in. Stapte ik eruit en rende ik verder. Oh, ik dacht dat jij Mark was. Nee, maar hij stapte ook meteen uit. Jij zat dat hoekje op een rennen. Ja, ik zat namelijk op de rijdenstoel, dus ja, ik denk, ja, dat is niet handig. Nee, precies, dat dacht ik ook. Als ik nu op de rij is, ja. Mark? Ja? Ken je de bekende brug? Ja, die ken ik. Hier naartoe. Ja, trouwens doen we wel, want dan is het voor ons wel makkelijker om hier weg te komen. Ja. Wat doet die blauwe auto weer? Ja, weet ik niet. Oh, weer die blauwe auto. De hele tijd kom ik de blauwe auto tegen. Ja. Welke blauwe auto? Wacht eens even hier. Kasper, waar zit jij? Ja. Ik heb best vlieger gehad. Moet je niet verklappen. Zijn ze daar in de buurt? Welke ingang? 1, 2 of 3? Ja. Nee, ik zei... Heeft hij ons niet gezien? Bij de pimpshop. Nee, ik zei bij die... parkeerplaats, bij die lichtroze paal. Oh, een paal. Oh, hier. Ik sta nou bij die volle paal. Waar zit jij dan? Ik sta op die parkeerplaats. Oh ja. Hij zag mijn auto op de parkeerplaats staan. Dus dan zit we zagen jouw auto niet, we zagen Brendus. Nee, een blauwe auto. Nee, dus. Dat Brendus ons niet zag, joh. Holy moly. Brendus, waar ben je net langs? Ik kwam net hier links vandaan. Bam, bim, 500 meter lopen en dan zijn Chromo en Born bij de arena. Wat? Nee, de arena, nee. Dat kan wel, want ze hebben mij daar ook gezien. Maar dan ja, jij stond daar mooi snel. Je kon ook echt door die schans pakken, toch? Net. Lekker bij de storage, Brando, stond je net. Ik stond net hier al op bij de big storage, hè, bij de haven, daar stond je leuk. Tegenover de arena. Ja, dat klopt. Ik kon die bruine schans pakken. Oh, wacht, hier deze. Nou ja, joh, dat je niet daar even doorging, man. Ik dacht echt dat jij ons zag. Dat jij ons niet zag. Mooie lichtpalen, hoor. Ja, zeker. Nou ben ik helemaal in de war. Palen, dat zit ergens bij het vliegveld. Ja, ze zien ons gewoon niet. Nou is het weer lichtpaal en nou is het weer dat en nou is het weer zus. Iedereen lult maar wat. Hunters, let op. Hier komt de tip. 3 bier en een bloemkool. Goeie tip. Zullen ze hier op het dak zitten misschien? Eén van die daken. Oké. Ja, nee. Kan iemand alvast een beetje bij ingang 1 gaan staan? En ja, ingang 2 in de gaten houden? Hier rechts. Kan niet anders dan dat iets gezien. Ja, ik snap niet dat hun niks zien hoor. Vooral Brendus, die is echt zo schil als een uitgekakte kanarie, jongen. Pal voor zijn koplampen. Zo. Dat kan niet, want mijn koplampen zijn kapot. Ja, ik weet niet of je koplampen had, maar in ieder geval jouw auto. Hunter hoofdingang. Ah joh, zeg dat nou niet. Dan kijk, we doen dit en als ik dan zeg, oh, dan moet je naar links, ho. Ja, precies, maar je moet even ho. Ja, het is echt ho. Maar ze hebben hè? Alleen mij gezien en Mark staat er ook, dus. Die dit is hem misschien niet op de parkeergarage. Ja, maar dan ben ik nog helemaal niet in de buurt geweest. Zie je dan wel zo'n gele auto bij zo'n wit-grijs gebouw staan? Ja, die gele auto, die valt wel op hoor. Wacht, zo'n geel paaltje.
En er rijdt ook zo'n wit-rode auto met zo'n zilverplank op het dak bij de buurt. Oh. En dus is in jouw ook rijden. Je zegt wel heel veel details. Ah. Maar ik sta bij de hoofdingang, dat zeg ik alsnog niet zoveel. Oh. Ja, maar... Dan kunnen ze dus... nog overal zitten. Oh. Staan ze niet tussen de menigte van de metro? Ja, maar nee. Niks verbaren. Nee. Daar zouden wij niet staan. Zou wel slim zijn. Zou wel heel slim zijn. Maar zijn wij slim? Nee. Ja, grappig. Al deze verkeerde auto's, daar kun je perfect achter zitten. Ja, dat is wel ideaal. Er zijn heel veel tips die ik nou geef natuurlijk. Ja. Wat er ook gebeurt, gewoon lekker blijven knallen. Altijd blijven zitten. Altijd lekker blijven zitten. Zo, begint er een leeg te lopen. Ja, laten we hier gewoon heen gaan, joh. Dat is leuk. Nou, slim om nog een verdieping hoger te gaan? Ja, kan wel. Ik denk dat je hier... Wacht, ik weet een plekje. Ervaring heet dit. Ervaring. Brendoes, luister goed! Als er twee in het vliegtuig zitten... Wat? Als twee in het vliegtuig zijn, dan zat je goed. Ja, als we in het vliegtuig zouden zitten, dan zat je echt goed. Sinds wanneer staat dit hier? Altijd al. Oké, nooit geweten dat die daar stond. Echt gewoon in mijn hele tijd. Dat is echt een hint waar ik echt helemaal de ballen niks van snapte. Dan zitten ze toch op het vliegveld. Nee. Sowieso al. Het is een hele tijd al, dus... Ja, dat is niet anders. Wat? Dat je al rond het vliegveld zit. Ja, wij hebben zoveel tips hebben jullie gekregen. We hebben zelf een stukje buiten het vliegveld. Hoe nu ik hoor een helikopter. Ja, maar ze moeten een vliegtuig hebben en geen helikopter. Maar waar zit jij dan? Hoe doe je van die zwart mee? Nou, zie je, ze hebben een vliegtuig, denk ik, jongens. Hey, ga maar even op de kop zitten. Waarom rijden jullie allemaal op een vliegveld? Ja, omdat ik zo die tip begrijp. Oké, wij zaten nog niet in een vliegtuig, hoor. Maar wel leuk dat we gewoon langs jullie heen liepen, eigenlijk het hele potje gewoon. Ze zijn eigenlijk gewoon via de hoofdingang naar binnen gewandeld. Holy moly, gewoon via de hoofdingang naar binnen gewandeld. Niks aan de hand. Dat ging echt gewoon precies goed zo. Dit was echt nice. Deze was echt heel nice. Ik moet zeker die ene keer grappig. Toekomst! Dat ze met vier man achter mij aan rennen. Ja, die was wel lachen. Bedankt allemaal voor het kijken. Vergeet niet te abonneren natuurlijk als je het leuk vond. En het duimpje omhoog te doen als je merchandise wil. Link daarvan staat in de beschrijving. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Yo.